Hey allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik weet dat ik lang niks heb geüpload. Het heeft ermee te maken dat ik enorm druk ben. Druk met werk, echt heel druk. We werken bijna 24 uur per dag, 7 dagen per week. Enorm veel opdrachten. Ik heb heel veel materiaal voor nieuwe video's. Het staat allemaal nog op de computer. Daar ben ik nog niet eens aan toegekomen. Maar ja, dat is dus de reden. We zijn vandaag in een woning waar we een lijkvinding gaan opruimen. We gaan op een later moment ook deze gehele woning ontruimen en schoonmaken. Daar hebben we ook opdracht voor gekregen. We gaan vandaag 3 lijkvindingen opruimen. Dit is de eerste van vandaag. Ik zal jullie een beetje laten zien wat er hier allemaal aan de hand is. Om jullie een idee te geven hoe het er hier uitziet. Ik kan het plafond aanraken. Het plafond is 2 meter 20, 2 meter 30 hoog. Ik denk ik nu een metertje hoog ongeveer. Iets meer misschien. Dit gaat binnenkort allemaal eruit. Het stinkt hier trouwens heel erg hoor. Vandaag zijn we puur en alleen gekomen voor deze kant. De persoon is hier overleden. Hij heeft enige tijd hier op het matras gelegen. Je ziet ook hier aan de zijkant van de bed zie je ook bloed en dergelijke. Je ziet het ook aan de zijkant van het matras. Maar deze de ruimte in deze hoedanigheid is zo moeilijk om in te werken. En ik voorzie al direct eigenlijk dat dit straks allerlei problemen gaat geven met opruimen. Dus wat we eerst gaan doen is al die troep eromheen, al die blikjes, bier, flessen en dergelijke leegruimen. Zodat alleen dit nog overblijft. En dan kan ik hier gemakkelijk straks met de reiniging naar de lijkvinding beginnen. Dus dat is een beetje in het kort wat we vandaag gaan doen. We gaan dit nu opruimen en dan zie ik jullie zo. Ik zal dat stukje opruimen niet filmen, want dat is verder niet zo interessant. Maar dan weten jullie dat zometeen is het opgeruimd. Okay, dit hoekje hier heb ik al opgeruimd. En daar zag je wat bebloed materiaal liggen met wat lijkvocht en dergelijke. Stonk ook. Maar nu zijn we hier begonnen en je ziet hier dus dat hij gewoon waarschijnlijk wel is gaan lekken of iets het lichaam. Het lijkt heel erg op bloed of lijkvocht, combinatie van het stinkt ook heel erg. Ik denk dat merendeel van de stank ook hier vandaan komt. Als je hierop inzoomt dan volgens mij ook wat haren en dergelijke. Ja, dit is geen fijn gezicht en het ruikt ook zeer onprettig. Ik heb nu 10 containerzakken gevuld. Om jullie een idee te geven hoeveel dat is in reguliere huisvuilniszakken. Je kent het wel van die zwarte zakken die je thuis in je vuilnisbak doet. Er zijn ongeveer 40 van die zakken wat ik hier eruit heb getrokken. Ja, en dan zijn we er nog niet, want hebben we hier nog. Hier nog. Hier komen ook zeker wel 10 van die zwarte vuilniszakken uit. Het lijkt allemaal heel weinig, maar als je dit werk iedere dag doet, dan leer je dat heel goed inschatten. En geloof me, er zitten echt heel veel vuilniszakken nog hier. En dan hebben we nog de verrassing wat hier onder het bed ligt. Naarmate ik dit steeds verder heb opgeruimd, is het gewoon direct duidelijk geworden dat dit lijkvocht is. En bloed en dergelijke. Ik weet alleen niet hoe ver dat doorloopt. Kijk, het loopt van hier tot en met daar. Zeker wel een meter, 1,5 meter. Maar ik weet niet hoe ver dat nog doorloopt onder het bed. Zo, dat wordt nog wat zometeen. Dit is dus wat ik bedoelde. We hebben het matras een stukje opgetild. Moet je kijken, ja, wat er allemaal onder het matras ligt. Het hele bed was gewoon een
Halve meter verhoogd, alleen nog flessen wijn en sterke drank en blikjes bier en weet ik veel wat allemaal. Het is echt ongelooflijk, zeg. Hoe deze persoon hier leeft en aan zijn einde is gekomen. Dan kijk je hier iedere dag op uit, waarschijnlijk, als je op zijn bed lag. Daar droomde hij misschien van. Maar dit was de realiteit. Nou, we hebben het merendeel van het vel eruit. Alleen het bed en wat eronder ligt nog. Je gelooft het niet, maar we hebben bijna 80 van die zwarte huisvuilniszakken gevuld hier. Wij vullen ze natuurlijk grotere zakken, maar om je een idee te geven om hoeveel afval het gaat. Deze kamer is misschien 8 vierkante meter groot. 80 vuilniszakken. Beeldjes in dat in je kamer ligt. Echt ongelooflijk. Ik denk dat hieronder ook nog wel een stuk of 10 vuilniszakken vandaan gaan komen. Ik ga me nu omkleden. Wat zwaardere bescherming aan. Ik ga nu het bloed en dergelijke aanraken. Dus daar moet ik goed voor ingepakt zijn. Ik zie jullie zo. Ik heb mijn pak aan. Ik ga zo de rest nog aantrekken. Maar voordat ik ga starten in de kamer, wil ik nog één ding met jullie delen. Ik zie de laatste tijd dat bedrijven die ons naproberen te doen, nu ook de materialen die we gebruiken online proberen te vinden en hetzelfde materiaal proberen te gebruiken. Ik wil tegen deze mensen zeggen, pas daar alsjeblieft mee op. Alleen omdat je me een geel pak ziet aantrekken, betekent niet dat jij hetzelfde gele pak hebt. Van het gele pak zijn er misschien 10 verschillende varianten van, met verschillende beschermingslagen, verschillende coderingen. Je hebt geen idee wat ik gebruik. Straks ga je zo'n kamer in, denk je beschermd te zijn voor iets dat je gaat opruimen, maar heb je de compleet verkeerde bescherming aan. Ik laat het allemaal makkelijk lijken, maar geloof me, het is niet makkelijk. Er komt veel bij kijken, er komt veel onderzoek, veel kennis bij kijken. En nogmaals, deze video's zijn geen tutorials voor hoe wordt de crime scene cleaner. Dat heb ik al meerdere malen eerder verteld, maar ik zeg het nog een keer. Pas alsjeblieft op en ga hier niet zomaar mee aan de slag. Want je kan echt je gezondheid in gevaar brengen. En als er wat gebeurt, dan ben je echt de sjaak en kan je daar de rest van je leven last van houden. Dus pas daar alsjeblieft mee op. Dat lijkvocht op de vloer is zo nat en plat. Kijk, hier zie je al die maden en die pomponnen van die maden. Dat allemaal vliegen veranderen later. Deze twee gaan. Helemaal doorweekt en zijknat. Je voelt het gelijk, allemaal direct. Zie je? Dat gladde aan mijn hand is allemaal lijkvocht. Vet. Lichaamsvet. Al lijktroep. Ja, het matras is nu afgehandeld voor nu. Dat is een zorg voor later. Eerst kijk, dit was niet eens een bed, denk ik. Was gewoon, ik weet niet wat dit is, gewoon een stuk hout of zo. Dat ik een bed moet voorstellen. Kijk hier. Moet je maar. Hier zie ik ook heel duidelijk, zie. Kijk maar hier. Allemaal bloed en lijkvocht. Kijk hier. En hieronder. Heel duidelijk. En hier ook zie je dat hij is helemaal doorgelekt. Door het matras heen op dit. Ja, wat is het? Een soort van matras stoppen. Aanvallen. Eerst dacht ik dat het allemaal alcohol was, wat erop was gevallen was. Allemaal lijkvocht. Wel heel triest hoor, om zo aan je eind te komen.
wens je echt niemand toe. Hoor. Ik heb geen woorden voor het hier ook zie je allemaal bloed. Dat betekent dat eigenlijk alles wat hieronder ligt. Dat is ook allemaal besmet met bloed en lijken. Dat is allemaal gecontamineerd afval. En als je goed kijkt hier, dan zie je dat hij waarschijnlijk hier met zijn hoofd heeft gelegen. Dit is hoofdhuid en haar en bloed dat naar beneden is gelegd. Je ziet hier dus heel goed hoe ver dat doorloopt, al dat lijk vol. Het begint hier. Daar. Loopt helemaal door tot de muur. In totaal heb ik iets van 25 grote containerzakken gevuld. Plus minus 100 huisvuilniszakken zijn dat. Nu kan je echt goed zien hoeveel vocht de persoon is verloren. Allemaal lijkvocht hier is echt zo dik. Wat hierop zit. En hier bloed en andere troep op de muur, op de plinten. Het zal allemaal eruit moeten. Ga ik zo meteen mee beginnen. Even materiaal pakken en dan gaan we dit afhandelen. Want ik begin ook inmiddels moe te worden. Ik ben ook maar een mens. Zo. Ik wil je een idee te geven hoe saai ik na dit is met lijfvocht. Kijk hoe mijn handen glimmen. Al dat lichaamsvet. Verdamme maar. Het is allemaal doorgelukt ook. Ik weet niet wat dit is, een soort van. Hieronder is beton. Dit stinkt zo erg, je hebt geen idee wat voor geur hier afkomt. Echt intense, smerige lucht. Oh ja. Ja, er zit een soort van zaal onder, gelukkig. Hieronder is wel schoon. Moet ik later wel schoonmaken. Mijn laarzen zijn, alles is vies. Ik kan hier ook niet normaal werken. Onmogelijk. Helemaal kapot. Geen idee hoe. Als ik aan het zweten ben nu. Ik ga al die troep eraf halen. Pakketjes van gemaakt. Normaliter zou ik het anders inpakken. Als we het nu gelijk zouden gaan voeren. Maar omdat we de woning gaan ontruimen, komen we ook nog met een speciale wagen om dit af te voeren. Dus dit gaat later ook mee, vandaar dat het even nu zo erbij staat. Dat is oké voor nu.
Het enige wat nu nog rest is die flint erachter weg te halen. En hier die menselijke haren. Yes. En nu nog de menselijke haren hier van de muur schrapen. Het is ook niet iets wat ik iedere dag doe. Gelukkig maar. Normaal. Dit is echt niet normaal. Maakt niet zoveel uit dat de vloer niet vies wordt, want dit gaat later allemaal schoongemaakt worden. We doen nu echt alleen het grove werk. Dat wanneer we later terugkomen, dat we het heel makkelijk kunnen afmaken. Zo. Is genoeg zo. De laatste stappen nog. Nogmaals, het gaat er niet om dat het nu schoon is, maar dit is voorwerk voor wanneer we straks komen. Dan kan ik heel makkelijk de laatste restanten nog verwijderen. Straks met de coating allemaal afdichten, weet je maar. Mm-hmm. En de ergste dingen eraf zijn. Oké, het zit erop voor hier nog laatste dingen opruimen, maar ik wil even laten zien hoeveel je nou zweet in zo'n pad. Ik heb een paar uurtjes lopen werken. Kijk maar, kom maar. Zie je? Lekker zweten, jongen. Deze kan ik ook helemaal uitwerken als ik straks wil. Maar ja, die ga ik niet uitwerken. Dat wordt een heel ander soort programma. Oké, al het voorwerk is gedaan. Spullen zijn ingepakt, staan apart. De muur is voorbehandeld. Dan komen we over een paar dagen terug. Gaat al deze rotzooi weg. Gaan we ook... beginnen met ontruimen. Moet je kijken joh, hoe de badkamer er bijvoorbeeld uitziet. Dit stinkt zo erg naar ammoniak. Alles is ondergepist en vervuild. Ja, dan hebben we nog de woonkamer. Zo, net al niet zien. Dat gaat er allemaal uit. En dan gaat dit ook weg. Dan gaan we dit nog de laatste keer schoonmaken en de bevuilde oppervlakken afdichten. En dan ga ik jullie het eindresultaat laten zien. Maar voor vandaag ben ik tevreden. En nu door naar de volgende. Om jullie een idee te geven van wat er allemaal uit de kamer is gekomen. Alsjeblieft. Allemaal containerzakken. Bomvol. Alleen uit die ene slaapkamer. We zijn terug in de woning voor de ontruiming. We hebben al één volle container gevuld. Met wat er dus in de slaapkamer lag gaan. Badkamer en de helft van de woonkamer. We gaan nu de tweede container vullen met wat er hier nog staat. En dan komt er ook een derde container voor alle meubels en andere rotzooi. Met drie containers moeten we het wel redden. Maar ja, je ziet het. Nou, dit is het eindresultaat. We hebben de hele woning leeggehaald. Schoongemaakt. Waar nodig, want bijvoorbeeld de badkamer die gaat helemaal vervangen worden. Maar ja, dat moet wel netjes zijn voor de aannemer. Maar ja,
Het straalt weer. Frisse kater toch? Wie weten het? Nou, dit was de kamer waar de persoon is overleden. Deze was het meest extreem vervuild van allemaal. De geur is nu weg. Je ruikt er niks meer van. En, het ziet er ook weer goed uit. Verder hebben we ook al het afval de woning uitgehaald. Enorm veel afval uitgekomen. Honderden vuilniszakken. Maar ook dit ziet er weer goed uit. Klaar om gerenoveerd te worden. Kijk, al die muren en zo, dat moet opnieuw gestuukt en geschilderd worden. Dat spreekt voor zich natuurlijk. Keuken, moet een nieuw keukenblok in. Maar het is gewoon netjes voor nu, voor de aannemer. Desalniettemin, we hebben ook gewoon alles netjes schoongemaakt. Van de binnenkanten. Weet je, dat het gewoon strak uitziet. En dan is het aan de opdrachtgever zelf om te bepalen wat ermee gaat gebeuren. Maar hier is het klaar. En nu door naar de volgende.